straks in Enschede, want Karami is geschorst. Is Drost alweer fit? Ja, Galit heeft centrale verdediger gespeeld. Ja, naar behoren ook, maar is van origine geen centrale verdediger. Dat kwam omdat Enrico geblesseerd was, wat problemen had aan zijn voet. Nou, Milan was nog niet binnengekomen, dus ja, het was schuiven. Dan word je creatief, dan zie je nou, af en toe zie je dingen gebeuren die je niet verwacht die goed zijn. Soms zie je dingen gebeuren die minder goed zijn. Ja, daar, in die fase hebben wij absoluut in de voorbereiding gezeten. Dus, Enrico is weer fit, dus die zit er weer bij. Die heeft de trainingen goed doorstaan, dus die is van de partij aanstaande zaterdag. Okay. En Karami dus niet en normaal gesproken dan Owusu rechtsback? Ja, het is heel veel keuzes hebben we niet. Dus, dat maakt het makkelijk, zegt de trainer van Sparta bijvoorbeeld. Ja, nee, dat maakt het makkelijk. Ja. Ik bedoel, dan heb je een klein groepje, dan weet iedereen waar die aan toe is. Iedereen die weet waarvoor we gaan. En af en toe dan, als je een grotere selectie hebt, krijg je weer andere problemen. Dus ja, dat is de dynamiek van een spelersgroep. Ook de problemen tussen aanhalingstekens van een coach. Ja, dat hoort erbij. En op dit moment zijn de keuzes vrij makkelijk. Alleen de keuze, de spits. Wie gaat er in de spits spelen? En er komt er nog eentje bij, hè? Nou, er komt minimaal één spits bij. Dus daar zijn we ook al vanaf dag één heel hard aan het werk. Of in dit geval Ferry is daar heel hard aan het werk om een spits binnen te krijgen. Dus die komt erbij. En we wilden minimaal twee spitsen. Dus daar, we zijn nog niet klaar en er komen nog wat vinkjes bij. Ja, dat snap ik. Alleen, ik loop ook op tijd rond. Weet je, dit is een club die zich niet zo snel zorgen maakt. Maar ik kom nu langzamerhand wel een heel klein beetje in de situatie dat een goede spits, ja, die zijn schaars. Moet ik me ook een beetje zorgen maken? Of zeg je van, hé, ga me lekker achterover leunen. Het komt wel goed. Nou, kijk, als mensen zich zorgen beginnen te maken van buitenaf, is dat een teken dat men begaan is met de club en dat men wil dat het goed gaat. Dus dat is een goed teken. Voor ons, op dit moment zijn de spelers die er zijn het belangrijkste. En we kunnen wel heel veel praten over de spits die eventueel gaat komen. Maar daar hebben we op dit moment niks aan. We weten dat we die aan het zoeken zijn. We weten dat die ook gaat komen. Alleen wanneer is de grote vraag. Dus... Ja, en wie is de grote vraag ook? En wat kan die? Ja, dat snap ik. Maar ja. Dat, Nee, omdat je heel graag Vermeijen wilde. Nou, die ging natuurlijk naar Heracles. Nou, vanuit zijn positie is het net even misschien wat hoger. Maar ja, die vijver met goede spitsenvisjes is niet zo heel breed volgens mij. Niet zo heel groot. Nou, je ziet wel dat heel veel clubs in dezelfde vijver vissen. Nou, Vermeijen, die hadden we graag willen hebben. Nou, ja, die maakt een keuze om naar Heracles te gaan. Nou, dat moet je respecteren. Men moet keuzes maken. Die ziet daar meer perspectieven dan met Excelsior. Het heeft altijd zijn voor's en zijn tegens. En dan ga je weer verder zoeken. Maar het betekent niet dat we één naam hadden en dat we daar ons volledig op gespitst hebben. We hebben meerdere namen, maar je hebt gelijk als je zegt van er zijn niet zo heel veel spitsen. En iedere club die zoekt een spits die scoort. Ja. Maar goed, we zijn bezig. We hebben daar vertrouwen in. We staan er heel positief in. Maar ik vind het prettig dat mensen begaan zijn met de club en dat mensen mee willen denken. En dat denken van, hey, als daar nog een spits bij komt en een aantal spelers bij komen, dan wordt het misschien wel een hele aardige selectie. En ja, dat vind ik wel een goed teken. Hoe mogen we kijken naar die wedstrijd uit bij Twente? Ga je hele andere dingen doen dan dat je in de voorbereiding hebt gedaan? Nee, dat is in grote lijnen blijft het allemaal hetzelfde. De accenten worden wat anders gelegd omdat je beter op de hoogte bent hoe de tegenstander speelt. In vriendschappelijke wedstrijden is dat moeilijk aan te geven. Je bent voorbereid, je weet hoe de tegenstander speelt. Je weet waar de sterke punten liggen, de minder sterke punten liggen. Je kan jezelf, je eigen team ook wat beter beoordelen na een aantal wedstrijden. Goede wedstrijden, ook maar minder goede wedstrijden. Ja, en dan is het wel die eerste speelronde waar iedereen toch wel twijfelt van ja, wat kun je eigenlijk verwachten. En dat is niet alleen bij ons en dat is ook bij Twente, maar dat is bij alle ploegen in de Eredivisie. Ja, en dan telt die voorbereiding niet meer en dan gaat het gaat nu om het echie. En daar moeten de spelers bewust van worden. Nou, in ons geval was het afgelopen zaterdag tegen Espanyol, dat was onze laatste testcase. Nou, dat was op zich in grote lijnen heel positief, alleen je gaat eraf met 0-3. En dan heb je leuk meegedaan, alleen het resultaat is niet goed. Nou, en dat moet eraf, want ja, zaterdag gaat het om het echie. Dan kunnen we ons niet meer verschuilen van ja, het is maar een oefenwedstrijd en je moet er doorheen kijken. Dus je hoeft niet alleen naar de resultaten te kijken, want er zijn wel meer dingen die belangrijk zijn. Nou, aanstaande zaterdag ja, moet dat vrijblijvend eraf en dan gaat het om het echie. En dan moeten die overtuiging, de beleving, de bezieling, die moet je minimaal voor de dag leggen. Ja, en de vorm van de dag is natuurlijk altijd moeilijk in te schatten. Maar in ieder geval, dat is het minimale wat we gaan vragen. Wel jammer dat Ziyech nog niet verkocht is. Ja, kijk, daar heb ik geen controle over. Mag je het wel jammer vinden. Nee, maar dat heeft ook zijn voor's en zijn tegens. Ik bedoel, dat is een topspeler, een goede speler, die staat in de belangstelling van. Nou, als wij dan ons iedere dag druk maken of hij wel of niet blijft. Wij zijn er vanaf dag 1 van uitgegaan dat hij zou blijven. En daar hebben we de spelers ook op voorbereid. En ik snap voor de buitenwacht nogmaals, ja, dat is een goede speler. Het is beter dat hij niet speelt. Alleen, ze stellen er vanzelf weer 11 op. Dus
Ja, we kunnen heel moeilijk lopen doen. Wij kunnen alleen onze eigen ritme bepalen. We hebben controle over ons eigen kunnen. Nou, daar houden we ons aan. Wat ik net al zeg, je bekijkt de tegenstander, je bespreekt dan met de ploeg. Alleen het grote gedeelte moet van onszelf komen. Ja. Ik moet zeggen, je hebt je goed aangepast aan deze club. Want deze club is ook altijd lekker relaxed en laid back. Zonder dat dat de kosten gaat van de ambitie en de prestatiedrang. Maar ja, je voelt je thuis volgens mij. Ja, jij maakt je ook niet echt zorgen. Nou kijk, het is natuurlijk als trainer zijn, dan moet je wel de rust uitstralen. En nogmaals, wij kunnen heel nerveus gaan worden en heel veel dingen gaan roepen. Maar daar worden wij als team niet sterker van. En nogmaals, wij zijn er druk mee bezig op de achtergrond. Dat speelt. Wij trainen hard. We zitten nu nog wel in de Witte Broodsweken, waar alles goed is, hè, nieuw is. Het resultaat is wel aanwezig, maar het gaat nog niet om de echte punten. Dus alles is positief. En vanaf zaterdag gaat dat veranderen. Dan komt die druk, neemt die druk toe. Niet alleen op de spelers, maar zeker ook op de trainer. Ja, dat hoort erbij. En dan proberen we als technische staf, en niet alleen ik, maar de hele technische staf, rust uit te stralen naar die spelersgroep. Om daar van daaruit op die manier het beste resultaat te krijgen. Laten we hopen dat we voorlopig niet hoeven te zagen. Nou, dat hoort erbij. Ik bedoel, wat ik net al aangaf, dan leeft het. Dan heeft men het over je. Nou, dat is belangrijk. Dat betekent nog dat je leeft. Nou, wij leven allemaal nog. En wij willen gewoon een goed resultaat aanstaande zaterdag. Nou, daar moeten we keihard voor werken. En als men begaan is, zoals ik net al heb aangegeven, is het allemaal prima. En dan weten we dat we iets misschien iets niet goed doen of wel goed doen. Maar wij moeten keihard werken.